Ik kan jou roepnummers geven met naam erbij. Ik kan jou specialisaties geven. Ik kan je twee namen van de DSI. Ik weet één iemand van de reserve. Ik kan je heel kort naar geven. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van de nieuwe serie De Corrupte Agent. Ja. Yo, Tom. Yo, kom even naar Rode Garage. Ja, helemaal bovenin. Ja, is goed, is goed. Dan ben ik er met een paar minuten. Yo. Hey, wij Jaap. Yo, goedenavond. Yo. Is het druk bij jou in je oortje of niet? Nee man. Nee, oké, mooi zo. We moeten nou even wat dingen overleggen. Ik ga weg bij de politie. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja? Ja, ze gooien hun eigen mensen voor de haaien, man. Van de week was een bankoverval. Ze zeggen, ja, we gaan binnenvallen, terwijl er gewoon AK's bij waren betrokken, hè. DSI ging op een gegeven moment allemaal weg. Op een gegeven moment was nog twee DSI over, die DSI ging naar binnen, daarna ging noodhulp naar binnen. En motoragenten, nou, die werden bijna alle noodhulp is door hun kop geknald die mee naar binnen ging. 6 man dood. DSI. Ja. 2 DSI, volgens mij allebei neer. Dit gaat nergens meer over, man. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ben zo meteen de volgende die omligt. Ja, dat begrijp ik, dat wil je niet. En van de week hadden we een motortraining. Zegt die trainer tegen mij van, oh, blijkbaar had ik jullie helemaal geen training mogen geven. Ondertussen, hè, 1,5 uur na die training zijn we verder. Zegt die van, Tom, jij wordt het niet. Ik mag er maar 2 of 3 uitkiezen. Ja, spijt me, ik zou je graag willen aannemen, maar zus en zo. Nou, echt zijn moeder. Dus eerst gooien ze iedereen voor de haaien en daarna gaan ze ook nog even lekker allemaal bullshit trainingen geven. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Tim heeft altijd grote mond. Eigenlijk wil ik wel een beetje wraak nemen op hem. Oh, en in wat voor vorm dan? Als in korpsleiding algemeen, maar Tim natuurlijk die de dupe moet worden. En hoe wil je dat hij de dupe wordt? Ik wil dat jullie Tim meenemen. Kijk, mijn plan is, ik ga ontslag indienen. Ja? Daarvoor vraag ik, ik leg eerst al mijn wapens en zo weg, want dat gaat hij natuurlijk controleren. Dan vraag ik of Tim naar het bureau wil komen. Boven het bureau of we spreken parkeerplaats of zo af. En dan vraag ik, ga ik aan Tim vragen, dus ik wil gewoon met jullie een portal, vraag ik of hij naar het bureau komt. Nou, eenmaal bij het bureau ga ik ontslag innemen. Dan druk ik 2 of 3 keer de portal in. Jullie ook wat geluid erdoorheen horen komen, zeg maar. Ja, ja. En dan wil ik dat jullie hem meenemen. Ook mij hands up laten, ja, doen alsof jullie hem per se willen hebben, maar mij hem ook een beetje laten doen alsof ik de dupe ook een beetje ben. Dan leg ik mijn spullen weg daarna, dan pak ik mijn motor, dan ga ik er vandoor. Dan spreken wij bij een winkel af of zo. Ja, of jullie, nee, neem mij maar net zo goed mee dan, ja, als hostage. Dan op een gegeven moment, als wij daar weggaan, dan sta ik op, zo van, what the fuck is your problem? Ja? Ja, dus je wil hem gewoon even vies te pakken krijgen. Ik wil hem vies te pakken krijgen. Ik wil dat hij in zijn broek pist. Die zo bang is. En wat wil je dan nog meer met hem doen dan? Nou, overvallen. Gewoon een overval. Bij een grote bank of juwelier of zo. Weet je, zorg ervoor dat je hele gang erbij is. Ja. Dat er één groot ding van wordt gemaakt. Jullie hebben overval, jullie krijgen geld en alles. Ik wil eigenlijk dat hij het liefst gewoon neergaat. Dus ik wil dat er een mesje wordt meegenomen. En minstens 1 vuurwapen. Ja, dat valt wel iets te regelen, denk ik. En ik denk dat we er op een leukere, bijzondere manier weg kunnen komen. En dan kunnen we hem letterlijk voor de haaien gooien. Ja, ik ben van plan om dan, als ze groen licht gaan geven, dat jullie mij een mesje geven. En dat ik hem gewoon net op tijd neersteek. Dat wij daarna weggaan, dat zij denken, oh, die hostage zit nog binnen.
twee hostages, want ze denken dat ik dan ook een hostage ben. Ja, ik vind het een prima plan en dat kunnen we zeker uitvoeren. En alleen nog even de puntjes op de i zetten en dan... Ja, weet je, ik ga ook advocaat regelen, die dan in ieder geval als ik word opgepakt voor mij klaarstaat. Ja, en dus anders dat... heb ik daar mijn mannen voor die jou uit iedereen's handen kunnen halen. Ah, dit lijkt mij het beste idee. Stel voor ik word opgepakt. Dan gaan jullie een agenthostetje of zo om mij vrij te krijgen. Ja, dat is geen probleem voor ons. Dat is, Nee, en als dat niet werkt, dan hebben we mijn advocaat nog die mij kan vrijpleiten als het goed is. Althans, dat hoop ik. Want ik ga natuurlijk proberen geen sporen achter te laten. Ik bedoel, als ik Tim de keel doorsnijd, dan kan hij zelf ook niks meer doorvertellen. Ik doe gewoon een ander outfitje aan. Dus masker op, dat soort dingen. Ja, het lijkt mij wel een leuk idee. Ja, toch? Ja, ik hou ervan om een beetje wraak te nemen. En daarnaast, nog het belangrijkste. Ik ben nog tot beschikking van alle informatie van de politie. Oké, dan. Dus... Ja, ik kan jou roepnummers geven, ik kan met naam erbij, ik kan jou specialisaties geven, ik weet twee namen van de DSI, ik weet één iemand van de recherche, ik kan je heel korpsleiding geven. Ik kan je alle specialisaties, nou motoragent, VP, allemaal dat soort shit, ik kan je alles doorspelen. Je moet me even een lijstje doorsturen, ik zet zelfs de hele mails voor je op de kop. Ja, dat komt ons wel goed uit. Ja toch, dat dacht ik wel. We hebben nog een appeltje te schillen met de DSI namelijk. Ja, wat heeft DSI bij jullie gedaan? Ja, ze dachten grote stoere jongens te zijn, maar oei. Ik zei al dat ik ze nog een keer terugkreeg. Maar ja, voor wat hoort wat. Kijk, jullie krijgen natuurlijk al geld van die bankoverval of juwelier. Ja. Dan hebben we het niet over 2000 euro. Ik weet niet, hoeveel krijgt een juwelier? Een heleboel. Een heleboel, nou inderdaad. Voor de informatie en alles wat ik weet over de politie... Zou ik de prijs van de 20k af willen spreken? 25k als voorbetaling en 25k als alles gelukt is. Ja, dat lijkt me wel een goed plan. Want ja, ik weet ook hoe het in de onderwereld gaat. Af en toe dan denk ik zo, we willen de prijs voor onszelf halen en dan word je neergestoken of zo. Ja, dat wil ik niet hebben, dus die voorbetaling doen we in ieder geval. Ja, dat vind ik prima. Hey, top. Die voorbetaling die kunnen we zo regelen, dat is geen enkel probleem. Top, top. Verder nog vragen hierover verder of niet? Oh, nee, ik heb geen vragen hoor. Nee, hoor. Nee? Dan ga ik zomaar even die advocaat bellen om met hem te meeten. Dat lijkt me goed. En dan als jij even met je gang ook wil overleggen en alles, dan bel ik je binnenkort terug. Ja, en dan kan je nog wel een keertje uitnodigen om met mijn neef even te bespreken wat wij hebben bedacht. Ja, is goed. Dan... gaan wij eerst even om tafel zitten en even bedenken hoe we jouw ideeën goed in een plan kunnen verwerken. Yo. En dan spreken we dan later wel een keer weer. Het is goed. Ja? Yo. Nou, dan hoor je snel van me, ja? Yo, later. Yo, later. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op het duimpje te drukken. Vergeet niet op het belletje te drukken. Zo blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering komt van deze serie. Dan zie ik jullie snel weer. Laters.